Japan of zo? Ik weet het niet. Dat zal in Zuid-Spanje geweest zijn. Ik lag natuurlijk Zuid-Amerika. Zuid-Afrika. Wat zeg ik nou? Zuid-Afrika. Vorige editie. Geen idee. Nee, niet Brazilië. Wat was nu? Griekenland ook niet. Ik weet het niet. Dat was het land van Nelson Mandela natuurlijk. Zuid-Amerika. Zuid-Afrika, zeg ik het weer. Zuid-Afrika. Sorry. Maar 366. Ja, heel goed. Oh, dat moet je niet op mijn vraag. Wacht, hè, Adnan. Adnan? Adnan. A-T-J-N-A-N-J-A-N-U. Wacht, hè. Z-A-J. J-A-J-N-J-A-N-U-O-E-J-A-N-U-Z-A-I. Z-A-A-I. Twee. En één onterechte penalty, dus eigenlijk maar één. Dus één, twee is het juiste antwoord, maar het is eigenlijk maar één. Ja, nee, 2 jaar geleden, 3, 4 jaar geleden. Weet jij dat? 1984. Bijna, 86. Lukaku? Vincent Kompany? Ik weet het niet. Lukaku is er niet bij. Dembele? Nee, Lukaku. Ik weet niet. Ja, als de bal bij het zwaar gaat, dat je dan op de plaats moet shotten dat hij buiten spel is gegaan. Is dat niet? Nee. Buiten spel, als ze zo... Ja, ik denk dat ook. Als je zo schopt buiten spel, dat er daar zo... Je hebt zo lijnen en dat je buiten die lijnen bent, dat je dan ja, vanaf die lijnen die bal moet schoppen of zo naar het doel. Buiten spel is wanneer een speler van een ploeg in een aanval is en wanneer het een bal vertrekt bij één speler en de speler van die ploeg staat voor alle andere spelers van de tegenploeg. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dan in het buitenspel. Zes. Perfect. 5 van Nederland en 1 van Spanje. Onterechte penalty trouwens. Dus eigenlijk maar 5. Als je het zo bekijkt. 6. Perfect. Het had eigenlijk 9 moeten zijn, maar... Ja, waarom? Ja, kansen gemist, hè. Ik heb niet gekeken.